Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgemaakt op maandagmiddag 7 september. Vandaag vallen er nog steeds wat lichte buitjes. Dat gaat voorlopig ook nog wel door. Ook vanavond en vannacht moeten we er rekening houden dat er van tijd tot tijd van die lichte regenbuitjes vallen. Er is dus ook vrij veel bewolking aanwezig en de zon die laat zich maar af en toe zien. Op de weerkaart gaat er wel wat veranderen. Een vrij krachtig hoge drukgebied boven de Britse eilanden en de Noordzee trekt geleidelijk aan naar het oosten. En dat is gunstig voor het weer in Nederland, want vanaf woensdag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het overal droog. De stroming, die vandaag en morgen nog een noordelijke voorkeur heeft, die draait vanaf woensdag naar het oosten. En dat betekent dat er ook wat zachtere lucht onze kant op gaat komen. Maar dat niet alleen, de lucht is ook droger en daarom is er minder bewolking aanwezig. Nou, vanavond en vannacht hebben we nog wel te maken met veel bewolking. Er valt af en toe zo'n buitje en de temperatuur ligt over het algemeen rond de 14 graden vanavond. Er waait een matige wind uit noordelijke richtingen. Boven het IJsselmeer en langs de kust kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. Vannacht daalt het kwikter naar zo'n 11 tot 14 graden en vannacht zien we met name nog wat buitjes in het noorden. Ook morgenochtend houden we het nog niet helemaal droog. In de middag denk ik dat het op de meeste plaatsen wel droog blijft. De temperatuur loopt dan op naar zo'n 16 tot 18 graden. Nog steeds fris voor de tijd van het jaar, want normaal is het zo'n 19 tot 20 graden. Morgen waait er een matige wind uit noordelijke richtingen. Vanaf woensdag waait de wind dus uit een meer oostelijke richting. Eerst noordoost en later wordt die oost. Er zijn woensdag flinke zonnige perioden en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Ook donderdag veel zon en temperaturen rond de 19 of 20 graden. Op vrijdag is er wat meer hoge bewolking, maar waarschijnlijk blijft het wel op de meeste plaatsen droog. De computer berekent een buitje voor het zuidwesten van het land, maar het is een hele kleine kans. In het weekend slaat het weer dan geleidelijk aan wel om. Zaterdag wordt het nog wel zo'n 20 graden, maar later op de dag is er kans op buien. En zondag en maandag ligt het kwik tussen de 18 en 20 graden. Ook dan valt er zo af en toe een bui. De dagen erna blijft het licht wisselvallig, met temperaturen rond de 18 of 19 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.